En dan krijgt hij een badge. Toegangspas. Kijk eens. Hartelijk dank. Nou, veel plezier ervan. Goedemorgen, dit is Lonneke Marsman van 100 dagen 100 banen. Ik zoek Alina. Oh, wat goed. Goedemorgen. Mag ik erin? Oké, dankjewel. Want ik ben vandaag receptioniste. Hey Alina, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, jij bent receptioniste hier? Ja, het klopt inderdaad. Ik ben hier receptioniste. Alleen noemen wij het eigenlijk anders, omdat we zoveel meer doen dan alleen receptie. Noemen wij het gastvrouw. Nou, we hebben dus hier de baliefunctie. En dan zitten we daar in ons kantoortje op de ROA. En verder staan we nog in de koffiebar. En de ROA, dat is de ROA, dat is de receptie op afstand. Receptie op afstand? Ja. Dit lijkt eerder een beveiligingsscherm. Ja. En wat ga ik hier nou precies vandaag doen? Jij gaat vanmiddag een bezoeker in Utrecht verwelkomen, pasje voor hem aanmaken en dan degene bellen voor wie die komt. Maar dan in Utrecht? In Utrecht, ja. En we zijn in Zwolle. Ja. Dus ja, dan ga ik via de ROA op afstand, doen. Ja, ja. Precies. Ja. Ja. Hey, ik hoorde dat jij hier al 32 jaar werkt. Ja joh. Hoe hou je het vol, al 32 jaar? Ja, ik denk omdat ik gewoon het werken met klanten, met mensen gewoon heel leuk vind. En ook de afwisseling van het werk nu. Nou, ik denk dat steeds minder mensen kunnen zeggen dat ze ergens zo lang werken. Ik vind dat je er wel heel trots op mag zijn. Ja, dat ben ik ook zeker. Ja, ja absoluut. Ja. Nou, ga ik je even wat uitleggen wat belangrijk is bij de balie. Ja. Gasten komen via de hoofdingang binnen. Dan heet je ze welkom. Hoi, goedemorgen. Waar kan ik u mee helpen? En dan hebben we hier op het scherm hebben we een systeem met alle aangemelde bezoekers. Ja. En dan krijgt hij een badge. Een toegangspas. Kijk eens. Hartelijk dank. Nou, veel plezier ervan. Nou, deze persoon die komt bijvoorbeeld voor de heer Thijssen. Dan gaan we even de heer Thijssen voor u bellen. Goedemorgen, spreek met Lonneke Marsmans van de front office. Ik heb hier Kees-Jan Hogeveen en mevrouw Menting voor u. Ik ga ervan uit dat u ze zo komt ophalen. Bedankt. Nou ja, heb je nooit anders gedaan. Nee. Of volgens mij heb je dit helemaal onder de knie, dus zullen we naar de ROA gaan? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Dit is mijn stoel. Ja, dit is jouw stoel. Ga ik hier zitten. En dan ga je straks iemand in Utrecht welkom heten en een pasje geven en nou ja, degene bellen voor wie die komt. Je gaat de camera aan, hè? Ja. Oké, okay, dan ga ik live. We gaan nu live. Hallo, goedemiddag. Waar kan ik u mee helpen? Ik kom voor de heer Van Kleef. Dan mag je even een pasje pakken. Ja. En zou u mij het nummer willen geven wat op het pasje staat? Ja hoor, 005. Nou, ik ga de heer Kleef eventjes voor u bellen. En dan mag u even plaatsnemen en eventjes wachten. Dank u wel. Yes, graag gedaan. Doei. Hi, goedemiddag. Spreek met Ger Van Kleef. Hi, ja, je spreekt met Lonneke Marsmans van de frontdesk. Mirjam Zuijen die is voor u. Daar had u een afspraak mee om 1 uur. Ja, oké, okay, dankjewel. Doei. Hey, hoe vond je het gaan? Ja, ik vond het best wel goed gaan. Ja. Een van de dingen die je natuurlijk moet hebben als receptionist of gastvrouw, is dat je in ieder geval vriendelijk bent. Ja, je moet natuurlijk ook goed kunnen communiceren, gastvrij zijn. Ja, en multitasken, want je bent natuurlijk heel veel dingen tegelijk aan het doen. Zeker, ja. Ja, wat ook heel belangrijk is dat je een volle maag hebt. Dus we gaan lekker lunchen. Yes? Goed plan. Ja.